Hey guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we aan het werk met een wc-rol-dispenser. Hier hebben we hem dan, de wc-rol-dispenser. Ik zal even een mes pakken om de doos te openen. Hier hebben we hem dan, de dispenser. Het is een bak die verticaal wordt geplaatst in de wc of muur, waar je hem maar in wilt en kunt bouwen. Dit kun je eruit halen. En hier kun je dan je wc-rol inschuiven, helemaal omhoog. En dan door de zwaartekracht valt er elke keer weer een rol uit. Je hebt deze in twee varianten. Dit is alleen voor opbergen. Je hebt ze ook nog met een echte wc-rolhouder. Hierbovenin heb je nog een gat waar je de rol in kan plaatsen en je velletjes eraf kan pakken. Maar waar wij deze vandaag gaan plaatsen, is dat geen goed idee. Ik zal even laten zien waarom. Dit is de wc waar we de dispenser gaan plaatsen. Het is gemaakt van WD. Als je mijn video's kijkt, dan weet je dat ik altijd met WD werk. Cementbordplaten met een vezel. Cement erop. Dat is hoe ik inbouw. Je zou dit ook kunnen inbouwen in hout, weet ik veel. Overal kan het in. En hier gaat hij straks ongeveer komen. Op een hoogte van 15 vanaf de vloer. En het hout ook op 15 uit de wand. Dat is de standaardmaat. Mocht je dan een andere versie hebben, met de wc-rolhouder ook bovenin, dan is dit natuurlijk geen ideale plaats om zo'n ding te plaatsen. Plaats hem dan in je wand. Want ja, als je op de wc zit, je kan niet makkelijk achter je een wc-papiertje pakken. Dus daarom laat ik dat altijd af. Er staat ook nog een beetje bevestigingsmateriaal bij. Gaan we kijken of we dat kunnen toepassen. Maar wat je van mij gewend bent, gooien we die gewoon weg. Hoe ga je zo'n ding nou monteren? Eerst meet je de maat even op van de bak. Deze maat geeft aan wat we moeten zagen. Deze is 15 strak. Dus dan kunnen we 15 door de helft, 7,5. Hij moet 15 vanuit de wand. Pakken we streepje 15. Dat is vanuit het hart. En dan hebben we 7,5. En hier ook 7,5. Die beide maten laten pas je even door naar beneden. Dan nu voor de hoogte. De bak zelf is 68. De onderkant moet op 15 komen. Hier zie je dat je heel veel uitgangspunt hebt voor de onderkant. Ik ga gewoon uit van de binnenkant. Dus met tegel en dan vanaf hier maak ik hem 17 vanaf de vloer en dan 68 omhoog. Voor de hoogte was het
17. En vanaf 17, 68 omhoog. Als je de maat hebt afgetekend, zaag je hem uit met een schropzaag. Als je weer die gebruikt met houten decoupeerzaag, weet ik veel wat. Ik heb deze wc gisteren al ingebouwd, dus hij is nou lekker stevig. Als je dat niet doet en hij is nog vers, dan kun je met het zagen, omdat hij hier best wel kort langs de zijkant gaat, de plaat nog wel een beetje loswrikken. Dus bouw eerst van tevoren even je wc en zaag hem later in. Als je weer die gebruikt met hout, is dat natuurlijk anders. Nu zaag ik mooi over de lijn om er iets meer ruimte te creëren, want er zat nog wel een redelijke flens aan de zijkant die dan mooi eroverheen valt. Nu gaan we eens even kijken of de dispenser past. Aan de boven- en aan de onderkant zitten een kleine bevestigingspunten. Ik moet je ook natuurlijk even iets uitzagen. Hier. Zo, die past er mooi in. Nu zijn we bijna klaar, alleen nog eventjes bevestigen. Meegeleverd waren twee ijzertjes, zoals deze. Ik heb de bovenkant van de wc nog even afgelaten, zou het nog even mooi kunnen bekijken. Hier zou je dan, nou hier past het al niet eens, aan de muur kunnen boren. Maar je ziet hier, hier kom je nooit tussen met een accuboor of wat dan ook. Dus mooi bedacht, maar je hebt er helemaal niks aan. Dus, doei! Voordat je hem vastmaakt, controleer hem even een klein beetje op waterpas. Dit is wel goed, dat je de zaaglijn ook waterpas hebt gemaakt. Nu gaan we hem bevestigen. Je hebt 6 boorgaten, 3 aan weerszijden, waar je hem mee vast zou kunnen boren. Maar als je een schroef in weerdie draait, dat heeft natuurlijk niks geen zin. Dus wat ga ik gebruiken? Ik ga hem gewoon vastkitten met high-tech kit. Niet te dik. We gaan een heel dun randje van allemaal dotjes maken. Langs de zijkant. Pakken we weer de bak. De onderkant eerst. En druk hem goed aan in de kit.
haal de overtollige kit even weg. Met dit als resultaat, de bak zit mooi stevig, dit gaat nergens meer heen, dit is muurvast. Hier kun je zien de flens van de bak, als je de tegels snijdt, hou dan hier even heel iets ruimte van af. En deze flens dekt hem dan af, waardoor je dit erin kan schuiven. En dan dient deze bak ook met een paar druppeltjes kit verlijmd te worden, zodat dat niet meer erin rammelt. En dan heb je een mooi wc-rolhouder. Zo ziet het er nog best wel groot uit. Ik zal je in de wc beneden even laten zien hoe het resultaat eruit ziet. Zie je hoe het eruit ziet als het is betegeld en het folie is verwijderd. Een mooi RVS vierkant bakje. Je ziet niks meer van die grote lompe bak. Ziet er heel mooi uit, vooral omdat hier is gewerkt met een RVS en een RVS strip bovenlangs. Houdt een mooi contrast in de wc of in de badkamer waar je dat ding ook maar wil plaatsen. Dus zo ziet dat eruit. Zoals je zag is het installeren van zo'n wc-rolhouder echt weinig werk. Je zet het er zo in en je badkamer is in één keer weer een paar honderd euro meer waard. Ziet er netjes uit, het is weer goed gegaan. Bedankt voor het kijken naar de video van deze week. Wat we volgende week gaan doen, dat weet ik nog niet. Het is een verrassing voor jou en mij. Tot de volgende keer.